Ik wil er bijvoorbeeld hele fijne reepjes of julienne van maken. Of wokgroenten, net maar wat je ermee wilt. Maar snij die we dan op een bepaalde lengte af. Een paar centimeter, op deze manier. Ja, en dan snij hem dan niet als je... Als je iets rond wil, wat je doormidden wil snijden, doe dat even thuis, niet even snel zo. Hè. Gegarandeerd, het gaat een keer mis. Pak hem tussen duim en wijsvinger. Mm-hmm. Ja, en snij hem dan door. Of als hij, als hij toch een recht vlak heeft, zet je hem rechtop. Snij hem op deze manier, op de lange kant, snij hem doormidden. Zo. Mm-hmm. Ja, en wil je dus niet, bijvoorbeeld ringetjes, of halve ringetjes. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè. Dan snij je op deze manier, net als met de bleekselderij. Snij je ringetjes, ja? Mm-hmm. Ja. Maar stel dat je rechte reepjes wil snijden, en je houdt je prei... Leg je horizontaal, dat is dan jammer. Dan krijg je dus halve ringetjes. Ja. Maar kwartslag draaien. En iets wat half rond loopt, kun je, als ik nu reepjes wil snijden, krijg ik nooit mooie egale reepjes. Dus wat doe ik? Ik pak hier twee of drie plakjes tegelijk van. Niet te veel. Op deze manier zo. Ja. Die druk je plat tegen de plank. Ja, en dan snij je dus in de lengte van de structuur van de prei, snij je door. Dus je doet hetzelfde als met de bleekselderij. Ja, dus je snij weer naar voren, optillen en naar voren snijden. En je houdt je vingers altijd gebogen. Nooit strekken. Ja? En als je het eng vindt en komt dichtbij, dan op een gegeven moment stop je en dan haal je je vingers weg. Is klaar. Ja? Nou heb je mooi dunne reepjes, oftewel julienne. En maar je kunt ook zeggen van een kwartslag draaien. En ik wil er hele kleine blokjes van snijden, oftewel brunoise. En dit wordt wat lastiger, dus je moet het een beetje bij elkaar knijpen en een beetje ook tegen de plank. Want je hebt weinig grip, maar je blijft wel snijden. Ja? Als je gaat drukken... En je mes is bot, dan zie je dat allemaal gekneusde randen. En dan wordt het ook niet mooi. Dan kun je ook niet goed zien dat de dingen niet mooi gesneden zijn. Ja, dus blijf, probeer zoveel mogelijk te snijden. En dan heb je ook de fijne brunoise van prei. Ja? Nou, dit laatste pak je ook nog. Die is nog minder rond, dus pak je ook nog een paar plakjes. Doe je dat op dezelfde manier. Reepjes en ook deze, de binnenkant van de prei, kun je rustig helemaal doorsnijden. Zie je, want hij is veel minder rond. Ja. Kun je hem ook veel makkelijker op deze manier, kun je hem rustig doorsnijden.